Het is alweer vrijdagavond. Ik heb de camera vandaag niet gestart. Ik vergeet ook elke keer in die lens te kijken. Ja, simpelweg omdat het niet heel boeiend was wat ik heb gedaan. Ik heb gewerkt. En I'm dying. Ik heb zoveel spierpijn van de oefening van gisteren. Mijn benen. Zielig voor mij. Maar ik ben nu dus nu, omdat het zo zielig voor mij is, bij Dino's eten. Gewoon omdat ik spierpijn heb en heel zielig ben. I have a surprise. Oké, dit lust ik niet, dus dat houdt al op. Deze hebben wij genomen, de proeverij Dino's. En dan zonder varkensvlees. Dus dat is dan een combinatie van al deze dingetjes. So you know, thank me later. Ik zit best vol, maar we gaan gewoon voor een hoofdgerecht. Ik weet alleen niet wat ik ga nemen. Ik denk dat ik bij kip blijf. Terwijl ik echt een visliefhebber ben, maar... Dat ga je niet posten. En ik ben mijn statief vergeten, dus ik moet mijn camera de hele tijd zo vasthouden. Ik wou hem net zeg maar op zout. Ik wou hem gewoon op die zout en peper. Weet je wel? Hier zit, hierop. Oh, ik kijk ook weer verkeerd. Ik moet hier kijken en ik moet daar kijken. Maar ik wou hem dus hierop zetten, maar dat was geen goed idee. Dat was geen goed idee. Ik ga even kijken wat ik ga eten en ja, jullie gaan het uiteraard zo zien. Tot zo. Ik zit propvol en ik kan eigenlijk echt niet meer, maar ik ga het gewoon doen. Twee hapjes dan. Dit is zo lekker. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Ik ben gisteravond, de laatste beelden die ik heb gemaakt waren bij Dino's. We hebben daar gegeten. Voor mij was het voor het eerst. Mijn vriendinnen die hebben daar vaker gegeten en ik heb altijd goede verhalen gehoord. Gisteren ben ik geweest en wat een aanrader. We hebben eerst een voorgerecht genomen met verschillende hapjes. Toen een zo'n schotel met ook verschillende vleessoorten. Ja, dat was kalfsperrips. Een kip en een biefstuk. Het was echt goed. Het was echt lekker. Ik heb gisterenmiddag trouwens een hele leuke afspraak gehad. Want ik ben bezig met iets leuks. Het idee is 2-3 jaar geleden ontstaan. Toen heb ik het uitgewerkt 2 jaar geleden. Ik heb er toen niks mee gedaan. Gewoon omdat het voor mij voelde van oké, dit is nu niet de tijd. Op dat moment was ik ook met te veel bezig. En toen begon ik ook eigenlijk net met mijn muziek. Gisteren heb ik dus een afspraak daarvoor gehad met een hele leuke jonge dame. Waarmee ik het samen wil gaan doen. En ik ga er nog niet veel over zeggen. Gewoon omdat ik... Het zit nog zo in de kinderschoenen en... Zo. Sorry. Een beetje speeksel. Maar het zit nog zo in de kinderschoenen dat ik het... Ik wil er eerst iets van maken. En als de tijd daar is, dan gaan we erover vertellen. Dus dat was heel leuk. Ik vind het ook leuk om met jonge meiden samen te werken, weet je wel. Die zijn nog zo vers en zo puur. Ja, ik heb er een goed gevoel over in ieder geval. Vandaag gaan we naar Bali Be Friday Night. Kijk, ik laat me altijd overhalen. Ik ben de moeder, Joy is de dochter. Maar op de een of andere manier gaat het soms even mis. En weet ze me altijd te overtuigen om dingen te doen waar ik eigenlijk bang voor ben. Maar we gaan vandaag dus naar Bali Be Friday Night. En ik wil nu al janken, want ik heb gehoord dat het heel eng is. En voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik niet van schrikken hou, bloed. Ik kijk ook niet naar films met geweld en al dat schieten. En ik hou daar gewoon niet van. En ik weet ook niet wat ik moet verwachten. En hoe bang je moet zijn of hoe eng het is. Maar goed, dat ga ik dus vandaag doen. De camera gaat natuurlijk mee. Ik hoop dat ik niet te bang ben om te filmen. Of dat ik mijn camera laat vallen of zo. Van de schrik. Ik ben ook heel benieuwd naar Joyce's reactie, want zij zegt wel van, oh, ik heb er zin in en ik wil echt gaan, maar
Volgens mij is het net haar moeder. Heel erg bang. Is net Rolls Royce, nooit erg boos. Girls erg boos. Het zonnetje. Met je maat in de nacht dat ze naast iets. We gaan je auto kwijtraken. Nee, we gaan hem niet kwijtraken. We zijn aangekomen bij Walibi, althans. We lopen nu naar de ingang. Wat heb ik mezelf aangedaan? En nu zegt Joy, ook doodleuk, ja, waarom zijn we niet thuis gebleven en hebben we niet thuis een filmpje gekeken? Like, really? Really, Joy? Joy en Jess, hebben jullie een beetje zin in? Nee. Ja. Dat dacht ik zelf. Je wou toch zo graag? Je wil niet voorlopen? Nee. Jawel hoor. Oh ja. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Wij zijn gisteren naar Friday Night geweest. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik denk dat het, ja, het wordt echt gehyped. Het was wel heel leuk en eng. Ik ben maar echt doodgeschrokken. Maar goed, ik heb niet zoiets van, oh, volgend jaar moet ik er weer heen. Ik had er meer van verwacht en enger. After all, het was leuk. We hebben genoten. We waren heel laat thuis. Dat wel. En het is heel lang rijden. Ja. We zijn geweest. Het was top. We zijn geschrokken. Ze hebben me bang gemaakt. Dus dan denk ik dat het een geslaagde avond was. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Ik ga mijn haar doen. Ik had het gisteren gewoon. Ik heb het al 2 dagen in een knot. En nu ga ik het eigenlijk gewoon weer nat maken. En ik ga jullie gewoon even laten zien hoe ik dat doe. Een soort weer die ons van... Om die krullen weer soort van fris te krijgen. Ik gebruik dus gewoon een spuit. En ik weet dat er zijn ook andere. Er is een andere spuit waarmee echt, dat echt voor je haar is. Weet je, daar komt dat water gewoon minder hard uit. En eigenlijk wil ik die halen. Ik heb laatst toen ik mijn haar heb nat gemaakt, toen heb ik Novex gebruikt, deze. Toen ik mijn haar heb gewassen. Dat is 3 dagen geleden, denk ik. Ik weet niet zo goed, want voordat het droog was, had ik al een knotje gemaakt. Voor Joy werkt die echt perfect. En ik ga hem vandaag gewoon even goed uitproberen. Dus ik heb mijn haar gewoon vochtig gemaakt. En dan doe ik er gewoon lief in. Gewoon met mijn vingers. Ik borstel mijn haar heel weinig. Echt alleen onder de douche. Nou, en dit is eigenlijk wat ik doe. En wat ik altijd doe is, ik doe mijn haar 4 secties. En daar maak ik dan een twist van, voor die stretch. Zodat het niet helemaal inkrimpt. Hier ga ik nog 2 secties van maken. De Eco Styler. Wat ik vervelend vind bij de Eco Styler. Nee, ik vind het een goed product. Maar wat ik vervelend vind is, ik ben altijd aan het zoeken. Dan heb ik weer de groene. Dan heb ik weer de witte. Dan heb ik weer de zwarte. Laatst had ik ook eentje. Die was ook zwart. En volgens mij was die nieuw. Die beviel me wel. Ik weet even. Ik heb hem ook niet meer hier. Als ik ook hem laat zien. Maar goed, ik zal hem vast wel weer kopen hoor. Die beviel me wel. Maar ik merkte wel dat die echt goed is wanneer ik knotjes in doe. Of een strakke staart. Een strakke knot. Dan is hij goed. Maar voor mijn krullen vond ik hem weer niet zo goed. Wat ik nu ga doen is Eco Styler. Gewoon alleen aan mijn punten en de roots. Omdat het bij mij daar wat kroeser is. Vooral de roots dan. Dus dat soort. Ik vind dat. Ja. Dat is een soort van. Voor mij is het een finishing touch of zo, de gel. Ik wil wel heel graag een leave-in vinden.
die echt alleen werkt. Zonder dat ik nog gel hoef te zetten of whatever. Deze kan nog even vast trouwens. En dan maak ik het gewoon per sectie los. Deze manier. Ik zal even dit doen. Twee stukjes. De eco-stijlen echt heel klein beetje bij de punten. Hier ook bij de punten. En een beetje bij de roet. Zojuist mijn haar gedaan. Ik ga het niet feunen. Ik feun het bijna nooit. Ik laat het maar gewoon drogen en zijn gang gaan. Net als jullie ben ik benieuwd hoe dit op gaat drogen. Ik hoop dat het wat is. Ik ben eigenlijk echt trouwe fan van SIM. Die gebruik ik ook normaal gesproken. Maar ik dacht, laat me maar wat nieuws proberen. En het is vooral, voor mij is het gewoon makkelijker en voordeliger als Joy en ik gewoon dezelfde haarproducten kunnen gebruiken. Want nu, haar haarproducten werken gewoon niet voor mij. En die voor mij werkt gewoon niet voor haar. Echt heel jammer. En heel duur. Ik zie jullie straks en dan zien jullie hoe dit opgedroogd is. We zijn een uurtje later. Een uurtje verder bedoel ik. Ik heb mijn eigen haar even vastgemaakt. En zo laat ik... Dit is ook een manier waarop ik het laat drogen. Dus eigenlijk gewoon zo'n hoge staart. En ook om te stretchen, zodat de achterkant wat langer blijft. Maar het is nog steeds vochtig hoor. Dus dit gaat nog wel even duren. Wij gaan nu de deur uit en we gaan bowlen. Met zijwieletjes nog ook. Oh! Ja, dag! Dat is niet eerlijk! Maar waar gooi jij? Wat durf je niet voor mij te gooien? Nee, dat is echt niet eerlijk. Dat is niet eerlijk, hè? Ja, dit is af. Dat was niet eerlijk. Dat was niet eerlijk. Jaden is zo irritant. Zo irritant. Ik heb mijn strijk al gehaald. Heb je een strike gehaald? Al lang nog. Ja, Joy! Ja! We zijn net aangekomen in Happy Italy. Ik hoop echt dat jullie mij horen, man. Want... Maar ik heb het dus net met mijn nicht erover dat ik altijd hetzelfde neem. En wacht even, zo onpersoonlijk. Roomsaus met garnalen. Ik heb het dus met mijn nicht erover dat ik altijd hetzelfde neem. Ik neem of, wat ga je nemen, man? Pollo y funghi of tutupesse. Tutupesse. Maar ik wil gewoon eens een keer wat anders. Waarom pak je dat af? Ik was nog bezig. Nee, maar zonder iets. Asocial. Maar, ja, dankjewel. Ik heb een nieuwe menukaart. Maar ik neem altijd hetzelfde, maar gewoon omdat ik bang ben om iets anders te nemen. Omdat ik niet weet wat lekker is. Dus ik denk dat ik vandaag wat anders ga nemen. Maar als jullie tips hebben van de pasta's die jullie altijd nemen. Let me know. Let the girl know. Ik hoop dat jullie me horen. Oh. Wij zijn hier normaal, man. Maar ik film mijn bord zo wel. Dit is het geworden. Pasta bolognese. Met extra gegrilde krip. Kip. Ik heb dit nog nooit op. Ja, ik zit tegenover Jaden. Alsof ik niet vol genoeg zit, maar dit gaat er echt nog even in. Ik kan niet naar huis zonder een stukje Nutella pizza te hebben gegeten. Ik ben in de tussentijd alweer thuis. We hebben vandaag
In de middag, zoals jullie net hebben gezien, zijn we gaan bowlen. Daarna zijn we gaan eten bij Happy Italy. Ik zat echt abnormaal vol. Dat is ook iets waar ik goed in ben. Door eten. Wanneer ik vol zit, gewoon doorgaan. En proppen maar. Dus ik kom net thuis. Ik heb mijn badjas aangedaan en ik doe even een theetje. En ik ga nog even editen. Oh ja, ik zal nog even mijn haar laten zien. Ja, je ziet het nu niet goed, want het is donker. Ik wil nog even mijn haar laten zien. Het is nu, ik denk, 80% gedroogd. Mijn haar droogt heel erg langzaam. Maar ik ben wel tevreden over die combinatie zwarte Novex en groene Eco-styler. Het zit wel gewoon goed. Het is alleen nog niet helemaal droog. Maar goed, morgen gaan we even kijken wat het eindresultaat is. Voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken. Laat een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie weer bij de volgende video.